Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuw potje GeoGuessr hier op Vaco Games. Jongens, ik heb mijn paspoort helemaal bij de hand, ik heb mijn zonnebril bij de hand en ik heb mijn kopje koffie klaarstaan. Dus dat betekent dat we met elkaar weer de hele wereld over kunnen gaan reizen en een poging gaan doen om meer dan 14.000... nog wat punten te halen. Die hadden we namelijk de vorige keer. We hadden de vorige keer namelijk ook meer dan 2500 likes. En dat betekent dus dat jullie GeoGuessr hartstikke tof vinden. En dat betekent natuurlijk ook weer dat ik er lekker mee doorga. Ha, zo werkt dat. Let's explore the world. Ik hoop dat we een beetje op duidelijke plekken terechtkomen. Maar dat is altijd maar eventjes afwachten. Let's explore the world. Embark on a journey. Let's play. You have an unfinished game. Nee, opnieuw. Ik vroeg dus, hè, een halve minuut geleden om een plek die lekker herkenbaar was. Ja, dit is eigenlijk ook wel herkenbaar, want hier komen we eigenlijk altijd terecht. Dit is weer een van de... Oh, moet dit nou... Waarom kom ik ook altijd in dit soort gebieden terecht? Altijd! Ik weet niet wat Google tegen mij heeft, maar ze... Oh, wacht, er staat een straat aan bordje. Hehehe, hoe heet deze straat? Straat 209. Oh. Dit is waarschijnlijk onverkend gebied, straat nummer 209. Ik weet niet waar dit is, ik weet niet welk land het is. Het is geen Amerika, want er zijn geen gele strepen. En Amerika heeft altijd gele strepen. Het is ook niet Australië, want ze rijden aan de rechterkant van de weg. En volgens mij rijden ze in Australië links. Dus, het is geen Australië. Het zou... Nee, het is ook geen Japan. Ik dacht, het zou een beetje Japan kunnen zijn. Dit is wel een Japans vrachtwagentje. Maar Japan heeft natuurlijk andere tekens... En misschien hebben we ergens ooit nog wel een bord tegengekomen. Maar Japan gebruikt toch wel normale Europese cijfers, of niet? Japan tenminste gebruikt altijd als ik ze ergens zie staan. Er staan er gewoon cijfers bij. En die kan ik ook lezen. Dus, het zou Japan kunnen zijn. Maar het zou aan de andere kant ook weer niet Japan kunnen zijn. Want het is wel weer heel erg vlak. En Japan is natuurlijk heel erg bergachtig. Dus we gaan eens even kijken of toevallig nog iets van een bord tegenkomen. Zo niet, dan gaan we gokken. Maar ik heb echt werkelijk een flauw idee waar ik zou moeten gokken. Ik zou dit niet in willen zetten in een casino, zeg maar. Wat staat er op dit busje? Misschien staat daar wat... Ja, kijk, dit zijn toch... Dit zijn echt typische Japanse busjes. Er komt een vrachtwagen aan. Wat staat daar op? Of een bus? Daar staat ook meestal wel informatie op. Ja, dit is echt... Het zou ook Oost-Europa kunnen zijn. Het zou ook Oost-Europa kunnen zijn, want het heeft een wit kenteken. Maar dat heeft Japan ook. Oh, heeft volgens mij ook een wit kenteken. Een klein stukje doorrijden. Misschien dat we nog iets tegenkomen. En anders gaan we voor West-Europa. Of Oost-Europa, sorry. Oost-Europa. Hé, wacht eens. Daar is wat. Helemaal in de verte. Is dat een stad of zijn het gewoon rare bomen? Dat zou zomaar kunnen. Rare bomen. Kijk, hier is. 211. Oh, nou, we schieten op. We gaan vooruit. Maar er zijn er wel gebouwen. Oh, ho, ho, ho. Daar gingen we heel hard. Wat is dit allemaal? Het zijn wel Europese borden. Dus het zou Europa kunnen zijn. Maar ik dacht dat hier een straat was of iets dergelijks. Oh, er komt nog één auto aan. Kijken of we daar iets wijzer mee worden. Ja, dat is weer hetzelfde soort busjes als daarnet. Die kwamen we net ook tegen, deze gozer. Deze keer kunnen we daarom zwaaien. Er komt daar een bord aan. Hey. Kijk, daar hebben we dan een bord. Een bord, een bord, een bord. Wat staat er op het bord? Oké, dit wil ik graag. Dit is Russisch. Toch? Dan zat ik toch wel goed met Oost-Europa. Dit is Russisch. Komt daar nog een bord aan? Er komt er nog eentje. Oké, wat staat hierop? Hey, Google, dan moet je niet het bord blurren, alsjeblieft. Dankjewel. Ik wil gaan... Google, doe nou niet het bord. Ja, dit is Rusland. Dat kan niet anders. Dit is Rusland. Maar, waar in Rusland? Waar in Rusland? Ik zeg een beetje... Beetje in het zuiden. Beetje richting Georgië, richting Oekraïne. Beetje daar in de hoek. Dit zou waarschijnlijk dat gebied zijn waar ze nu aan het vechten zijn. Megas. 3000 kilometer. Oh, het was helemaal in... Oh, het was in het midden van Rusland. Ah, oh, ik wist helemaal niet dat Google daar ook kon komen, joh. Nou, weer wat geleerd. 3000... Hoeveel punten? 561. Op deze manier gaan we natuurlijk niet boven de 14.000. Kijk, dit is beter. Op deze manier gaan we natuurlijk niet boven de 14.000 uitkomen. Dus ik zal eventjes een beetje beter mijn best moeten doen. Ik zeg voorlopig, aan de kleur van die gebouwen daar te zien, Zweden. Zweden. Of in ieder geval Noord-Europa. Dat sowieso, Noord-Europa. Dus nu gaan we zoeken naar bordjes. Want ik weet dat in Finland hebben ze wit met blauwe bordjes. En in Zweden gebruiken ze weer andere soort borden.
Hier staan wel bordjes. Dit is een Noors bord. Volgens mij is dit Noorwegen. Noorwegen gebruikt gele borden. As far as I know. Elke keer dat ik in Noorwegen zat, zaten er gele borden bij. Dus het zou wel leuk zijn als we ook nog ergens iets van een straatnaambordje zouden vinden. Zodat we in ieder geval een beetje de bevestiging krijgen. En dan gaan we lekker deze kant op rijden. Of iets in ieder geval waaraan ik kan zien wat voor taal ze hier spreken. Misschien spreken ze hier wel een of andere rare taal. En dan is dat natuurlijk wel weer op de bordjes terug te vinden. Dus, let's go check it out. Laten we deze weg afrijden. Ja, dit is Noorwegen. Dat kan niet anders. Dat kan haast niet anders. Rode schuren. Gele borden. Oh, wacht. Hier staat iets op het bordje. Kan ik erbij? Wat staat hierop? Santormekkel. Geen idee wat dat betekent. Waarschijnlijk iets van centrum iets. Maar ik ga voor Noorwegen. Is het een beetje bergachtig hier? Nee, het is heuvelachtig zou ik het noemen. Dus het is niet helemaal in het noorden. Het is een beetje hier. Boven Oslo richting de grens van Zweden. Make guess. 625 kilometer. Hey, het was in Finland. Oké. Dan hebben ze me mooi voor de gek gehouden. Maar ik zat in ieder geval goed met Oost-Europa. Of met Noord-Europa. 3210 punten. Kijk. Zo komen we er wel. Dus we moeten gewoon wat meer van dit soort landen hebben. Ik zeg Amerika. Tot nu toe. Aan de gele lijnen te zien. En dan die gigantische thunderstorm daar zo. Die hebben ze er natuurlijk best wel veel. Stop. TRA. Ja, dit is Amerika. Het is trouwens ook echt pokkenweer. Er zit al zo'n grote vlek op mijn camera. Zo kan ik helemaal niks zien. Gaat verdammen. Ik kan iemand die vlek er vanaf vissen. Ja, dit is Amerika. Kan niet anders. Maar de grote vraag, waar in Amerika? Kijk, ze rijden rechts, dus het is niet Australië. Dus daar hoeven we geen verwarring mee te krijgen. Oeh, er komt daar een groot bord aan. Wat staat hierop? Ja, is niet te lezen. Google, jullie zijn een miljardenbedrijf. Kunnen jullie nou echt niet serieus een goede camera kopen? Oh, hier. Over 5 mijl, de Burger King. Ja, maar welke Burger King? Daar hebben we dus geen reet aan. Oeh, tankstation. Grote rode auto. Ja, dit is duidelijk Amerika. Amerikas. Dit is duidelijk Amerika. Het valt me trouwens op dat er zo weinig vlaggen zijn. Amerikanen hangen normaal gesproken altijd overal vlaggen op. Amerikaanse vlaggen. Hé, hey, hier is een bord. Hier is een bord. Oh, oké. Wat staat hierop? Convention Center. En er staat nog iets achter, maar dat kan ik niet lezen, omdat Google te goedkoop is. Oh, wacht hier. Oh. Wat stond daar nou? Florala. Andalusië? Andalusië. Maar Andalusië ligt toch in Spanje? Dit is niet Spanje, dit is duidelijk Amerika. Is er een plek in Amerika die Andalusië heet? Ongetwijfeld, maar waar? Ik ga gokken, ik weet het niet. Ik weet echt niet waar ik moet zoeken. Ik gok een beetje in het... Ja, een beetje hier. Een beetje Arkansas, Oklahoma, een beetje Texas. Een beetje redneck country. Make guess. 816. Hey, kijk, wat was het? In Alabama. Nou, zat ik toch goed met mijn rednecks. 2936 punten. Hoeveel punten hebben we in totaal nou? Oh hier, 6707. Dan moet ik nog... Dan moet ik er sowieso eentje hebben binnen nu en zometeen. Die echt gewoon 5000 of 6000 punten op gaat leveren. Anders ben ik gewoon dood. Dit gaat hem niet worden, denk ik. Ik ga niet meer dan 14.000 punten halen. Dat gaat niet lukken. Maar ik kan wel proberen om er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Ik moet een beetje doorzetten. Kom op, niet opgeven. Ik zeg voorlopig weer Amerika. Want gele lijnen op de vloer. En grote vrijstaande huizen. Hé, hey, kijk, iemand heeft het bordje omvergereden. Of zijn ding. Kijk, ja, dat is ook typisch, hè, dat Amerikanen hele hoge huisnummers hebben. 5901. Waar woon je? Ja, ik woon in die straat, nummer 5901. Ja, dat is duidelijk Amerika. Wat staat hierop? Doc Corbett Road. Ja, leuk. Doc Corbett Road. Ik moet een straatnaam hebben of een stadsnaam. Een stadsnaam, die heb ik nodig. Ik kan niet met een straatnaam. Kan ik geen reet mee. Maar het heeft in ieder geval bevestigd dat het in Amerika is. Dus dat is bonus. Dan kan ik in ieder geval niet heel ver naast zitten. Ja. Dit zou echt zomaar weer hetzelfde gebied kunnen zijn. Beetje cowboy-achtig hier. Ze hebben hier zo'n cowboy-wiel. Dat zou echt zomaar een beetje het westen kunnen zijn. Maar er is ook veel corn. Veel mais of veel graan. En graan hebben ze op de plains.
Dus, ik ga gewoon weer gokken, ik weet het niet. De plains, die liggen een beetje hier. Grens tussen Kansas, Missouri en Arkansas. Megas. 1200 kilometer, waar wacht het? In North Carolina. Ja, u is nou, in ieder geval op de goede hoogte, dat is al heel wat. En de Verenigde Staten. 2215 punten. Nou, laten we in ieder geval voor de 1000 of voor de 10.000 gaan. Dat is dan mijn nieuwe doel. 10.000 punten. Dan moet ik nu nog 1100 ergens naar zien te sprokkelen. Ergens weer in the middle of nowhere natuurlijk. Voorlopig zeg ik Oost-Europa. Oost-Europa gewoon puur omdat het hier afgeracht is. Hé, hey, hier komt een bordje aan. Wat staat er op dat bordje? Daar word je meestal wel een heleboel duidelijker van. Ja, Oost-Europa. Heel duidelijk. Waarschijnlijk weer Rusland. Staat hier nog een bord? Oeh, kijk, je mag hier geen kampvuur bouwen. Mag je hier nou wel of geen kampvuur bouwen? Is er iemand die Russisch spreekt en weet wat hier op staat? Ik ga gewoon weer Rusland zeggen. Rusland, is die hetzelfde gebied ongeveer? Nee. Ik ga weer een beetje hier. Richting Oekraïne, maar toch nog wel in Rusland. Make guess. 516 kilometer. Hé, hey, kijk eens. Nou, dat is toch best wel netjes, dacht ik zo. 3570 punten. Hoeveel punten in totaal? 12.492. Nou, dat is 2000 punten minder dan de vorige keer. Maar goed, we zitten ergens in Rusland. En Rusland is zo ontzettend groot. Dat kan echt links, rechts, boven, onder liggen. Dat kan elke kant op. VacuGamers, het kan natuurlijk ook alle kanten opgaan met de likes op deze video. Vorige keer, zoals ik helemaal in het begin al zei, meer dan 2500. Hopelijk willen jullie dat ook deze keer weer voor me doen. Knal eventjes een like op deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij een gloednieuwe wereldreis hier op VacuGames. Mazzel!